Goedemiddag iedereen. Gisteren waren we toegekomen dat we ons basisspel in Scratch gemaakt hadden. Ik ga nog even terug naar Scratch gaan. Ik was niet volledig toegekomen met alle uitleg te geven. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. De bedoeling was dat jullie zelf verder konden denken over hoe dat het in elkaar zat. Als je naar Scratch gaat, ga je bij je naam, kan je naar mijn projecten gaan. Bij mijn projecten vind je alle projecten waar je aan begonnen was. Bijvoorbeeld Untitled 10, ik had het natuurlijk nog geen naam gegeven. Bij bekijk van binnen kunnen we ons project verder aanpassen. Hoe zat mijn project nu in elkaar? Wel, voorlopig hadden we dus onze wagen. En onze wagen kunnen we laten draaien, kunnen we vooruit laten rijden, kunnen we achteruit laten rijden. Maar veel meer kunnen we voorlopig nog niet doen. Vooraleer we verder gaan, moeten we eigenlijk eerst nog een nieuw begrip aankondigen, namelijk een variabele. Hier in het oranje zie je variabelen staan. Wat is een variabele nu eigenlijk? Een variabele is een plaatsje in het geheugen waarin je een bepaalde waarde kan stoppen. Die waarde kan je dan op alle plaatsen in je programma aanroepen. Bijvoorbeeld de score kan een variabele zijn, je naam kan een variabele zijn, of in dit geval de snelheid kan een variabele zijn. Dus dit gaan we moeten doen ook. We gaan een variabele maken en die variabele gaan we snelheid noemen. Variabele, nieuwe variabele naam, snelheid. We kunnen instellen dat we de variabelen gaan voor alle sprites op toepassing laten. Dat is gemakkelijk, dan kunnen we die in alle sprites aanroepen. Of alleen voor deze sprite. Standaard raad ik jullie aan om dat toch voor alle sprites te doen. Bij mij is er nog een optie om een cloud variabele te maken. Dat wil zeggen dat is een variabele die onthouden wordt, ook al sluit ik Scratch af. Dat gaan jullie nog niet kunnen doen, aangezien dat jullie nog geen premium user zijn. Dus jullie kunnen eigenlijk de topscore niet laten opslaan. Ik kan dat wel, dat is omdat ik al veel meer spelen op Scratch heb gemaakt en dat ik een verified user ben. Dus we gaan dit snelheid noemen voor alle sprites. Oké. We zien hier ook snelheid opkomen. We kunnen dit verbergen op deze wijze of tonen. Voorlopig gaan we dat laten tonen, dan kunnen we zien wat we doen. Nu, in het begin van mijn spel ga ik mijn snelheid een bepaalde waarde moeten geven. In dit geval ga ik in het begin van mijn spel mijn snelheid 0 maken. Zodanig dat mijn auto nog niet begint te rijden. Dus wanneer op de vlag wordt geklikt, maak snelheid 0. Dat wil zeggen, in de variabele snelheid zit nu de waarde 0. Maar let op, we hebben daar nog niks mee gedaan. Dus die variabele gaan we nog niet vermeerderen, we sturen die nog niet aan. Dus nu doet die variabele eigenlijk nog niks. Wat willen we met die variabele doen? We willen daarmee onze auto aansturen. In plaats dat we de stappen hier nemen, gaan we de stappen onder de nemen, niet in een als-dan functie. Ik ga dat voortonen, dus neem één stap, doe ik weg. Ik ga van hier snelheid nemen. Neem snelheid stappen. Even op de pijl drukken, op de groene vlag drukken. Als ik nu pijltje omhoog druk, gebeurt er niks. Ja, natuurlijk niet. Er staat daar geen code. Mijn snelheid verandert ook nog niet. Stel u nu voor dat mijn snelheid 1 wordt. Wel, dan gaat mijn auto beginnen rijden. Nu, dat is niet de bedoeling dat mijn auto vanzelf begint te rijden. Wat ga ik zeggen? Als op de toetspijltje omhoog wordt gedrukt, dan ga ik mijn snelheid met eentje vermeerderen. Verander snelheid met 1. Ik start mijn spel. Ik druk 1 keer op het pijltje naar omhoog en mijn auto gaat aan snelheid 1 rijden. Ik zit al aan 3, want mijn snelheid wordt redelijk, mijn pijltje wordt redelijk snel herhaald. Dus ik heb eigenlijk al, terwijl ik 1 keer kort gedrukt heb, heeft mijn computer eigenlijk al 3 keer een snelheid geregistreerd. Nu, we kunnen dit oplossen door deze snelheid nog te delen. Dus wat ga ik doen? Ik ga een gedeeld door blok zetten. Neem snelheid gedeeld door 10 stappen. Als mijn snelheid 3 is, zal ze in werkelijkheid maar 0,3 zijn. Terug opnieuw.
Ik druk eentje naar omhoog. Mijn snelheid is 4 en in werkelijkheid gaat hij dus maar 0,4 vooruit. Als ik nu draai, blijft mijn auto doen. Ik laat mijn toetsen af en toe los natuurlijk. En op deze manier kan ik mijn auto aansturen. Als ik op pijltje achteruit duw, ja, neemt hij min 1 stappen. Maar mijn snelheid blijft gelijk. Dit wil ik natuurlijk niet hebben. Dus wat ga ik doen? Op pijltje omlaag. Dit ga ik verwijderen. Gewoon naar hier doen. Haal ik mijn snelheid. Verander bij variabelen natuurlijk. Alle twee oranje. Een beetje vervelend. Verander mijn snelheid met min 1. Min 1. Begin van het spel. Dat wil nu zeggen. Pijltje vooruit. Ik ga rapper. Hoe meer ik duw, hoe rapper. Pijltje achteruit, ik ga trager en hoe meer ik duw, hoe trager. En we zien nu dat onze wagen vooruit, achteruit kan rijden met variabele snelheid. Ja, mijn bochten nemen, dit lukt nog altijd goed. Heel goed. Dit is eigenlijk wel een heel goede manier van besturen, denk ik. Ja, dus we zitten al zover. We kunnen onze wagen al laten rijden met een variabele snelheid. Snelheid zit dus in een variabele. Een variabele is een plaatsje in het geheugen waar we een bepaalde waarde kunnen instoppen. Merk op als ik terug op het vlagje duw, dat mijn variabele naar 0 gezet wordt. Dit zien we hier ook. Dit is natuurlijk nodig, want in het begin van mijn spel mag mijn wagen nog niet bewegen. Dit was het voor deze les. Hopelijk hebben jullie dit allemaal begrepen en kunnen jullie aan de slag gaan om ook jullie wagen variabel te maken van snelheid. Veel succes!